Dus ik kon ook dit jaar, doe ik niks in theater eigenlijk, omdat je kan niet alles tegelijk doen. Nee. En ze hebben geen idee hoe ontzaggelijk arbeidsintensief zo'n serie maken is, hè? Zou je eens kunnen vertellen, 1 minuut, hoe lang ben je daarmee bezig om dat op te nemen? Ongeveer? Nou, dan sla ik het schrijven maar even over. En dat gaat ook in een eindelijk. We zijn vorig jaar in april, maart, dus zeg maar een dik jaar geleden, heeft men besloten om de serie die we toen maakten, en daar is die eigenlijk op geënt, om door te zetten. Dus om deze 7 afleveringen te maken. Nou, dan gaan de schrijvers aan het werk en die maken 1 versie en die maken de 2e versie en de 3e versie wordt allemaal doorgesproken en gelukkig zijn wij er ook af en toe een beetje in gekend, zodat we wisten welke de spelers bedoel ik, want die hebben daar natuurlijk eigenlijk niks mee te maken. En toen zijn we in augustus bij elkaar gekomen om het allemaal te gaan lezen. In september zijn we gaan repeteren en opnemen en we hebben 1 groot voordeel, dit is een John de Mol productie. Wij spelen en repeteren en nemen op in de set. Die set die staat in een studio aan het IJ ergens in Amsterdam, in het havenkwartier. Dus dat betekent dat je niet, als je in de studio komt, op de opnamedagen, voor een grote verrassing komt te staan, omdat alles anders dan toch weer anders blijkt te zijn dan je denkt. We repeteren daarin. Nou, en dan is het 3 maanden werk. Eind december stond alles erop. En dan heb je 7 keer 25 minuten televisie gemaakt. Ongelooflijk, hè? Ja, het is toch maar goed om dat nog eens te vertellen. Want ze vragen aan mij, en zullen ze aan jou ook wel vragen, wat doe je nou toch de hele dag? Want ze denken gewoon, hè, dat het maar zo klaar is als je de studio komt. En als je elke avond in theater staat, vragen ze, wat doe je overdag? Ja, precies. Gerard, heel hartelijk bedankt. Ik vond het een enig om hier weer te zijn. Ja? Nou, gelukkig. Ik hoop dat je dat de volgende keer ook weer leuk vindt om te komen. Zeker. Wij vinden het altijd leuk om je hier te ontvangen. Dankjewel. En ik hoop dat je nog heel veel mooie platen mag maken. Ik hoop het ook. Dit is het decor van de modeshows die wij regelmatig geven. Nou, het is voorjaar en net als in de dierenwereld zijn een heleboel vrouwen nu zwanger. En wij dachten dat het aardig zou zijn om vandaag een positiemodeshow. Een show te hebben van kleren, van positiekleding. Dat heb je ervan, hè, als je zelf niet zwanger bent. Allereerst Babs krijgen we te zien. In een sweatshirt. Allerlei kleurbanen erop. Te krijgen in diverse kleurencombinaties. Het is gemaakt van katoen en polyester. Makkelijk te wassen. En daaronder dan een moderne denim pantalon. Kijk maar eens naar de manier waarop het is bewerkt. Met allerlei doorgestikte naden. En die broek die kost ongeveer 60 gulden. Dan krijgen we Anita te zien. In een jurkje voor de zomerse dagen. 100% katoen. Ook weer in diverse kleurencombinaties te koop. 70 gulden. Dan zien we Esther in een katoenen trui. Een borstzakje op de trui. Ook weer in diverse kleuren te koop. Ook dit ongeveer 60 gulden. Daaronder een beige pantalon. 100% katoen. Kijk, door het elastiek valt de broek te verstellen. En de broek die kost ongeveer 50 gulden en het merk is Babyhalle. Sylvia die zien we hier in een blouseje, zwart-wit met allerlei bloemetjes erop. En daaronder dan een wit rokje, kniehoogte, ook weer 100% katoen. Ook te krijgen in de kleuren zand en marine. En het rokje kost ongeveer 40 gulden en het blouseje ongeveer 45 gulden. Van datzelfde merk dan een sweatshirt, geshowt door Pietrik. Kort mouw heeft dat sweatshirtje. Contrastrandjes. Daaronder een broek, 100% katoen. Een omslagje. En ook weer verstelbare riempjes. Dus die broek die kan meegroeien en lekker lang gedragen worden. Dan krijgt u kleding te zien van het merk CNA. Eerst zien we Saskia, een zalmwit gestreepte jurk, 100% katoen, kostte ongeveer 50 gulden. En daarbij dan een blouseje met een korte mouw van dezelfde stoffen, ongeveer 35. Krijgen we Alda te zien. Kijk, dat is leuk zwanger zijn. Een blauw-groene combinatie met een bloemenprint, 100% katoen. Bovenstuk 40 gulden ongeveer en daaronder
De broek 50 gulden. Caroline die koos dit jurkje. Heel vrolijk, geel, oranje en groen. Een exotische bloemenprint. Ook weer helemaal katoen. Een luchtig jurkje voor de komende warme dagen, ongeveer 60 gulden. We krijgen te zien een roze t-shirt met noppen erop. Ongeveer 40 gulden. En daaronder draagt ze een spijkerbroek. Sportief, de onderkant omgeslagen. En ook deze broek heeft weer zo'n meegroeiband. De broek kost ongeveer 85 gulden. En als laatste uit deze serie dan Alice in een groen katoenen streepset. Kijk, een blouseje, ongeveer 40 gulden. En een bijpassende broek voor dezelfde prijs. Dan gaan we naar prenataal. Eerst zien we Babs met een fuchsia blouse. Gekleurde knoopjes erop. Ook een borduurseltje op het borstzakje. 100% katoen. En ook te krijgen in wit, pink en aqua. Kost ongeveer 60 gulden. Een gestreepte trui draagt Anita. Ook weer katoen. Ook in andere kleurencombinaties te krijgen. Het kost ongeveer 70 gulden. En daaronder draagt zij een Bermuda van een zogenaamde structuurstof. En de binnenzijde heeft verstelbaar knoopsgatenelastiek. Dan zien we een blazer. Modieus vanwege dat korte mouwtje wat u de komende tijd veel zult gaan zien in de winkels. Een broek met wijde pijpen, ook weer dat huidige moderne modebeeld. En daarbij dan een licht blouseje. Dan een jurkje. Een dessin van rozen. En kijk er maar eens mee. Dit jurkje heeft allerlei roesjes op de rok. En de jurk is ook verkrijgbaar in blauw. En het kost ongeveer 110 gulden. Dan zien we Pietrik. Zij draagt een gestreept zwart-wit sweatshirt. Kost ongeveer 80 gulden. En daarbij dan een zogenaamde legging. Dat is eigenlijk een heel strak broekje. Dan komen we bij ons laatste merk. Welcome. Eerst zien we Saskia. In een sweatshirt. Kost ongeveer 115 gulden. Over de schouder een t-shirt. Met allerlei zakken. En ze combineert dat met een Bermuda. Van hetzelfde merk een ruimvallende broek en een sweatshirt. De broek heeft een zogenaamd harenmodel. Broek ongeveer 100 gulden en het sweatshirt ongeveer 135. Dan een bloemetjesjurk. Een japon is eigenlijk een veel mooiere benaming. Zwart met pauwblauw. Een heel fijn kanten kraagje. Het lijkt uit twee delen te bestaan, maar het is een jurk. Dus uit één deel. 100% viscose, dus makkelijk te wassen. Dat kost ongeveer 200 gulden. Dan zien we Cécile. Ze draagt een modieus tweedelig pak. In een streepje in de kleur groen-grijs en ook een fuchsia-streep. Ongeveer 290 gulden. En een broek die een mooie bandbewerking heeft. En dan zien we als laatste model Alice in een broekpak. Het jasje is van linnen. Daarbij zit dan viscose. Heel makkelijk draagbaar. Ook weer dat korte mouwtje bij de blazer. En dit tweedelige pak kost ongeveer 310 gulden. En zij was de laatste in deze show. Vond u het mooi? U bent er doodstil van. Ja. En...
Het is natuurlijk altijd leuk om zwangere vrouwen om je heen te zien. Van die blije zwangere vrouwen. Hoe zwanger ben jij? Hoeveel maanden? 7 maanden. En jij? 5,5. Ah, en allemaal jonge moeders zijn dit. Vind je het heel erg als ik zeg dat ik het niet geloof? Laat eens kijken. Hoe werkt het nou? Ah, ga je lekker helemaal uitkleden. Kijk, zo werkt het nou. Ja. Maar u herinnert zich misschien nog wel dat wij een tijd geleden hier wel echte zwangere dames hadden. Die waren allemaal in de 9e maand en als verrassing hebben wij ze komende maandag teruggevraagd. Maar dan zijn ze hier samen met hun echtgenoten weer en hun pasgeboren kleintjes. En jullie mogen er wat mij betreft bij zijn als jullie met de kleine komen. En dan hoop ik dat wij nog voor 3 mensen kunnen klappen die hier zouden zijn. Dat zijn namelijk de mensen die hebben gezorgd dat deze dames allemaal en de andere dames een heel mooi kapsel hadden. Waar zijn ze? Zijn jullie dat? Willen jullie eens daar naartoe lopen? Een beetje? Of kom er hier eens bij? Want dan kunnen we dat tenminste een beetje zien. Dat zijn Glenn Hubenaar, Paul van der Waarsenburg en Trix Breuer. En ook jullie bedankt. En ik ga maar eens kijken waar Katrien weer uithangt. Ja. En mijn haar is gedaan door Leon. Dat mag ook wel eens gezegd worden, want die komt er speciaal voor uit Breda rijden. Goed. Leuk het applausje. Heel goed. Wat ons betreft is dit het einde van de uitzending. U weet het, hoe het is met de servicebrief. Die kunt u gewoon aanvragen door 2,50 euro over te maken op Giro 14 13 14. En zet er even bij dat het om servicebrief nummer 10 gaat. Dan weet u dat u alle informaties van de auto's en de hele radplan, de mode, bij u thuis hebt. Wat mij betreft tot maandag en wat Amanda betreft... Oh, tot donderdag. Ja, precies. Ja. Niet vergeten hoor, donderdag. Dag. Fijne avond.